Wekenlang volop zon met als gevolg wellicht een recordopbrengst. De Nederlandse wijnboeren hoor je voorlopig niet klagen. Wij lopen 3 weken voor op andere jaren. Je merkt dat aan de rijpheid. Je merkt dat, ik heb vanmiddag de suikers gemeten, die staan al hoog. Dat betekent echt dat we voorlopen, maar je ziet het ook aan de planten zelf. Ze staan huizenhoog, ze groeien 10 centimeter per dag nog steeds. Dus de groei zit er nog steeds goed in. Naast het snoeien van de planten is Peter Pels constant bezig met het selecteren van de druiven. Als we hier de wijntros hebben, dan zie je dat er hier zo een apart stukje aan zit. Kijk, dat is de schouder. Je ziet ook dat die minder rijp is dan de rest van de tros. Dus die haal je er ook af, zodat de rest van de tros mooi af kan rijpen. Hier zit nog een schouder, maar die is wel mooi blauw, dus daar hoeven we niks mee te doen. Veel zonneuren en hoge temperaturen zijn niet altijd ideaal voor de groei van de druiven. De zon draait die kant op zo overdag. Dat betekent dus dat de zon hier rechtop staat. Dat betekent dat we aan deze kant de bladeren laten hangen en dat we aan de andere kant de bladeren weghalen. Aan de schaduwkant halen we dus de bladeren weg, zodat de druiven daar kunnen rijpen. Maar witte druiven kunnen verbranden in de zon. Dus aan de zonkant laten we de bladeren staan, zodat het hier net is alsof er geen druiven hangen. Maar als je dan de bladeren weghaalt een beetje, dan zie je dat er meer dan voldoende aan hangt. Hier wel? Alles wijst erop dat de zomer van 2018 de basis vormt voor een goede oogst voor de Nederlandse wijnboeren. Ik moet eerlijk zeggen, dit hebben we ook nog nooit meegemaakt, dus we weten niet wat ons verder gaat overkomen. Ik roep altijd van het is pas een goed jaar op het moment dat de wijn in de fles zit en ik weet dat die gewoon goed smaakt.